Heel veel ruimte aan de rechterkant bij paal. Van Duinen. Schot van ver. Dat gaat raaklinks naast. Dat past niet zo heel erg ver naast het doel van Julius. Schot van Mike van Duinen. T. Lastige bal, vervelende bal, niet doen bal. Van Krooi. Goeie bal, dit wel. Clemens jaagt hem naast. Het zorgt in ieder geval weer wat voor opwinding. Richting het doel van Julius. Van Krooi. Van Duinen aan de zijkant heeft aangegeven. Kom maar. Van Duinen. Loopt heel makkelijk langs de tegenstander. Van Duinen schept hem, maar niet in het doel. Dat kwam ook omdat er nog een De Graafschap voet aan zat. Hij dus, Van Duinen, die aangaf, kom maar naar mij, want ik verzin wel wat. Ook Flemming heeft de lengte, komt daar ook richting de bal. Van Krooi krijgt nog een herkansing van Duinen. Flemming spectaculair, maar blesseert zichzelf een tegenstander bijna. Hier El Jebli. Goed verdedigd door Pelle Clement. Ai. Zwakke bal van Paal. Zomaar in de voeten van Narsing. Benschop. El Jebli. Scherp voor. En die bal valt binnen. Doe met Benschop. Het is de 36e minuut. Als De Graafschap op een 1-0 voorsprong komt. Na eigenlijk de eerste sterkere fase van PEC in dit duel. Het is een eigen doelpunt. Het is een eigen doelpunt van Thomas Lang. Die de bal in het eigen doel werkt. El Jebli. Narsing. Benschop. Die vasthouden. Woesoe. Ja, de duels winnen. Dat is van groot belang. Steken richting Van Duinen. En dan is ook Van Krooi mee. Ook Van Krooi is mee. Maar dan heeft Van Duinen te veel tijd nodig om de bal te controleren. Hij krijgt hem dus niet bij Vito Van Krooi. Clement. T. Van Duinen. En Julius. El Jebli. Benschop goed weggelopen bij Lang. Kan dus schieten. Maar die is voor Van der Hart. Benschop liep heel makkelijk, maar zeker goed. Weg bij Thomas Lang. Burgzorg helemaal vrij. Er vallen wel gigantische gaten bij PEC Zwolle. En daar wordt bijna van geprofiteerd aan een schot. Het voorlangs gaat. Schot van Burgzorg. Oh, Burgzorg mist daar de bal. Dat was een mogelijkheid geweest, toch? Van Polen. Mooie opening van de Hart. Burgzorg. Narsing. Oh, Woesoe. Hard voor en dat was bijna vet. Dichtbij de 2-0. Van Duinen. Naar Matusiwa. Benschop meegeven. Benschop weer bij de bal en een goal. Ja, 2-0 voor De Graafschap. Charlison Benschop verdubbelt de marge.
zorgt voor ongekende Doetinchemse wilde. Want voorstaan in uitwedstrijden, wanneer gebeurt dat? Nou, hier weer Lam die hem kwijt is. Het is niet de wedstrijd van Thomas Lam. Bal in eigen doel en een spits waar hij geen vat op heeft. Paal. Boei. Achterin, helemaal vrij. En goal. Ja, nee! Oh, oh, oh! Ehisiboué. Staat helemaal vrij. Wat een kans voor Ehisiboué. Kijk hier even. Oh, dat kan niet. Wat gebeurt? Ehisiboué mist. Tien. Elbers. Daar, Fleming. Wat voor kansen krijgt Zwolle, zeg. Natuurlijk was die zojuist van Ehisiboué belachelijk veel groter. Want heel veel groter zou je ze nooit krijgen. Maar deze ook is toch een vrije kopkans voor Fleming. Terwijl die slaat naar achteren. En rood voor Terwijl. Ja, het is zijn eigen schuld. Het is zo stom als wat. Hij slaat naar achteren. Een terechte rode kaart. Vijf minuten of zes minuten na zijn entree is het afgang Zwarens. Hij slaat naar achteren. Hier wordt hij vastgepakt. Ja, tuurlijk. Paf. Met deze achterzwaaien kun je toch rustig beoordelen met rood. En dat is bij deze gedaan. Leemans. Ja, achterin is niemand. Goed opgelet door Jurrius. El Jebli is de voorste man. Prima gedaan van Jurrius. En in het midden, Burgzorg juist op tijd gegeven. Onderweg naar 3-0. Burgzorg onderweg naar 3-0. Het staat 3-0. En ja, Jurrius verdient een heel dikke pluim. Voor de manier waarop hij de snelle spelhervatting in huis heeft. En dat wordt naar waarde geschat door Tutu Arima. Want zijn vlugge uitgooi van Jurrius zorgt ervoor dat ze bij Zwolle verrast worden. Van Duinen. Nee, niet geheel over de zijlijn, dus mag Van Duinen door. En het schot. Daar is de redding, Straalman. Mooie reactie ook van Jurrius. Van Duinen. Met z'n drieën aan de wandel. El Jebli, Burgzorg iets te gretig, stond buiten spel. Dus hield El Jebli even in. Het schot van Burgzorg en Van der Hart nog een knappe redding nodig ook. Om te voorkomen dat het hier 0-4 wordt. En daar de felicitaties gaan over en weer. Want hij pakt gewoon een uitzegen. De Graafschap pakt gewoon een uitzegen.